Konijnen, kleine kraagdieren en duiven. Je vindt ze momenteel weer volop in de Jan Massinghal voor de jaarlijkse Gelderlandshow. Een nationale kleindieren tentoonstelling. Vrijdag en zaterdag gaan de deuren open voor het grote publiek. Maar vandaag stroomde de hal alvast vol met keurmeesters die hun ronde langs de dieren maakten. Dit weekend wordt hier de 61e Gelderlandshow gehouden. En de Gelderlandshow is op een van de grootste toons van Nederland. En we vieren hier zitten de bondste toons van de sierduiven. Dus er komen hier 2600 sierduiven en die vieren hun 100 jaar bestaan. En daarom zitten hier bonsten, zitten hier zoveel sierduiven. Plus er zitten er 560 konijnen en die komen uit heel Nederland komen ze vandaan. Ik ben het dier aan het beoordelen op uiterlijke kenmerken en conditie. En waar letten jullie dan op? Er zijn de raskenmerken, die staan standaard beschreven hoe het dier eruit moet zien. En dan gaat het om het type, dus de vorm en verhoudingen van het dier, het model. De pelslengte, de pelsstructuur en dichtheid, pelsconditie, dat hij geen klitten heeft. Dit zijn hangoor, zoals je kunt zien. Die moet een mooie bolle kop hebben en mooie brede oren die mooi stevig zijn en mooi naar beneden hangen. En daarna komt er ook nog de kleur bij, die kan verschillend zijn, maar per kleur is er ook een beschrijving hoe de kleur eruit moet zien. En dan de algehele conditie, dus hij moet mooi stevig in conditie zijn, dat de baasje hem goed gevoerd heeft. En de pijl, hij moet mooi schoon zijn, nageltjes geknipt. Nou, we letten bij de sierduiven vooral op houding en het type. En dat type wil zeggen hoe is de duif gevormd. Heeft hij een brede borst als dat gewenst is. De houding, moet hij juist afhellend staan of staat hij horizontaal met zijn staart. En verder heb je per rassengroep. Heb je hele specifieke zaken waar je op let. Je hebt structuurduiven, de duiven die je hierachter ziet met krulletjes. Je hebt duiven met mooie veerstructuur aan de hals, de raadsheer en de kapuzijn. En je hebt kleurduiven waar heel specifiek op kleur en tekening wordt gelet. Als iedereen zijn keuring klaar heeft, dan geeft iedereen het beste dier door van zijn eigen keuring. En dan gaat de hoofdereprijzenjury, dat bestaat uit drie keurmeesters, die gaat uiteindelijk bepalen wie de mooiste van de show gaat worden. De geïnteresseerden kunnen genieten van vele dieren. Ja, ze kunnen rondkijken, er zullen er standjes zitten wat duivenpleinen die speciale toelichting geven over sommige rassen. Dan kunnen ze, en ze kunnen een enkel dier van fokken die ze willen hebben, die kunnen ze kopen. Dat kan allemaal. De 61e Gelderlandshow in de Jan Massinghal is deze vrijdag te bezoeken tussen 10 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds en zaterdag tussen 10 en 4.